Saskia Belleman, de rechtbank Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen de twee mannen, Moreno B. en Guillermo B. 30 jaar en dus geen levenslang, wat het Openbaar Ministerie wel in eerste instantie had geëist. Ja, het Openbaar Ministerie wilde inderdaad dat Guillermo B. en Moreno B. levenslang achter de tralies zouden verdwijnen. Daarvan zegt de rechtbank, ja, dat is eigenlijk voorbehouden aan mensen die meerdere levensdelicten hebben gepleegd. Dat is bij deze twee mannen niet het geval. Ze zijn beide wel eerder veroordeeld, maar hebben niet eerder een moord of een doodslag gepleegd. Vandaar 30 jaar, dat is de langste tijdelijke gevangenisstraf. Maar omdat er onlangs een wetswijziging is geweest, waardoor nu wordt bepaald dat verdachten niet eerder vrijkomen dan wanneer het grootste deel van hun straf is verstreken, komt het neer op 28 jaar zitten voor deze mannen. Ze komen dus niet na het uitzitten van 2/3 vrij, maar pas 2 jaar voor het verstrijken van de straf. En welk bewijs was doorslaggevend? Ja, het bewijs dat doorslaggevend was, je zou kunnen zeggen dat dat niet één element was, maar een hele serie. Bijvoorbeeld het feit dat beide mannen regelmatig in de auto's rondreden die zijn gebruikt bij de voorverkenningen in de buurt waar Derk Wiersum woonde. En ook op de dag van de moord. Er kan niet worden vastgesteld dat zij er op de dag van de moord in zaten. Maar omdat ze er in de weken daaraan voorafgaand wel voortdurend inreden, gaat de rechtbank ervan uit dat dat wel het geval was. Bovendien reisden hun telefoons mee in die auto's die de hele tijd in die buurt werden gezien. En er werd DNA aangetroffen van beide mannen in de auto's die zijn gebruikt. En er werd bloed aangetroffen op het achterportier van de Opel Combo. Die is gebruikt op de dag van de moord. Bloed van Derk Wiersum. Dat is waarschijnlijk overgebracht via de handen van de schutter. En er is geen onderscheid gemaakt tussen wie er nou heeft geschoten en wie er in de auto heeft gezeten, de vluchtauto. Ja, dat klopt. De rechtbank heeft geen onderscheid gemaakt tussen wie heeft geschoten en wie de vluchtauto bestuurde. De rechtbank zegt ze hebben allebei in bewuste en nauwe samenwerking de moord voorbereid en ook gepleegd. En dan doet het er niet toe wie uiteindelijk geschoten heeft. Ze waren er allebei bewust op uit om Derk Wiersum dood te schieten. Ja, wat weten we eigenlijk van deze twee heren? Ja, deze mannen zijn twee mannen van wie je zou kunnen zeggen dat ze altijd moeite hebben gehad om de eindjes aan elkaar te knopen. Guillermo B. Had weliswaar geen schulden, maar kwam nauwelijks rond. Moreno B. had wel gokschulden, forse gokschulden. Ja, en na de moord bleken ze opeens allebei over een enorme hoeveelheid geld te beschikken. Dus Guillermo B. die deelde fikse bedragen uit aan zijn kinderen. Hij kocht een auto die hij cash afrekende, terwijl die daarvoor in beslag was genomen omdat hij het leasecontract niet verder kon betalen. En hij boekte een ticket naar Suriname waar hij van plan was om grond te gaan kopen. Ja, en je vraagt je af, hoe kan iemand dat die de eindjes maar net aan elkaar kan knopen? Moreno B. in zijn woning of bij zijn vriendin werd een bon gevonden. Waaruit bleek dat er voor €3000 aan sieraden was gekocht. Ja, en voor iemand die gokschulden heeft en eigenlijk nooit geld heeft, was dat toch ook al tamelijk opmerkelijk. Dus ja, al dat soort elementen bij elkaar, het geld waarover ze beschikten, de telefoons die ze gebruikten, hun DNA in de auto leidde ertoe dat de rechtbank zegt er is voldoende bewijs tegen deze twee mannen. En het alibi dat ze allebei zeiden te hebben was gewoon niet waterdicht. Ja, dan is toch altijd wel interessant om te vragen hoe zaten ze erbij, hè? Wat voor reactie gaven ze op dit vonnis? Ja, ze reageerden niet echt zichtbaar. Je zag wel dat er wat meer blikken in de richting van hun advocaten gingen. Ik denk dat ze in de loop van het voorlezen van het vonnis wel doorkregen dat het de verkeerde kant op ging. Ze hebben eigenlijk de hele behandeling van de zaak er blijk van gegeven niet echt geïnteresseerd te zijn. Ze hebben altijd zich op hun zwijgerecht beroepen. Ze hebben nooit een verklaring willen geven voor allerlei zaken. Ik denk dat ze dit ook wel hebben kunnen vermoeden dat het deze kant op zou gaan. Het is echt een hele hoge straf, hè, voor Nederlandse begrippen. Het is inderdaad een hele hoge straf, ja. Vooral omdat ze nu ook echt het grootste deel van die straf zullen moeten uitzitten. Maar de rechtbank vond het belangrijk om zo'n hoge straf op te leggen, omdat, zegt de rechtbank, er ook een signaalwerking van uit moet gaan naar lieden die misschien in de toekomst nog van plan zijn om uit geldelijk gewin een huurmoord te plegen. Dit is wat je dan boven het hoofd hangt. Advocaat Roethoff van Guillermo B. die zei na het uitspreken van het vonnis dat wel heel erg kort door de bocht te vinden. Hij zei, er is niet onomstotelijk aangetoond dat Guillermo B. gebruik maakte van een bepaalde telefoon. Die leende hij ook wel eens uit. En datzelfde gold voor de auto die is gebruikt bij de moord. Daar werd DNA in aangetroffen van maar liefst meer dan 20 personen. Ja, en het gaat hier niet om 20 moordverdachten. Waarom dan wel Guillermo B. en niet al die andere mensen van wie DNA in de auto zat?
En hij zegt ook van ja, die signaalfunctie waar de rechtbank het over had, dat is tricky. Want ja, dan blijkt toch dat je emoties een rol laat spelen. En in emoties kun je zaken gewoon over het hoofd zien. Dus ja, ik verwacht eerlijk gezegd wel dat Roethoff in beroep gaat.